Hallo mensen van Tim Games, tof dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Terra Day Store. Ik ben Tim, en dit is Kees. Hallo. En volgens mij moet ik niezen. Kutzooi. Ik ben een beetje de laatste tijd een beetje verkouden, maar afijn. In de vorige aflevering hebben jullie kunnen zien dat wij een 1 Terra Restore hebben gedaan op de wereld, waardoor wij nu 1 huisje hebben. En... Was het Nick? Nick? Nee, Niels of zo. Ja, Neil. Ja, van mij. En ik moet eventjes... En wij hebben sowieso eventjes de base verkend. En weten nu ook waar we eindelijk die souls voor moeten gebruiken. Die Essence of Sunshine. En we, ja, ik weet het in ieder geval. Ik heb het een beetje... Ja, jij wel, ik niet. Nee, ik laat het zo wel zien. En de tree van mij hebben we gezien. Dus, in ieder geval... Even kijken, spruce moet hier worden geplaatst. Dark ook moet hier. Zo. Kees wil er graag de bomen plaatsen. Dus. Ik heb birch, die moest... Hier ook. Moet jungle. Hier moet birch. Even kijken waar ben je. Ik ben hier. Arcadia hier, en dan was hij hier. Zo. En dan willen we dat gewoon proberen gewoon vol te maken. Dan hebben we gewoon een tree van. Fuck jullie. Dus, we gaan eventjes naar de Chamber of Valor. Want wij gaan eventjes wat... Ik ga in ieder geval wat unlocken met de Estus Sunshine. Wat ons best wel goed in ieder geval toe kan komen. Oh. Even kijken. Hier hebben we de Ik kwam trouwens even kijken, die hadden we nog niet gekeken, dit. Ja, de base upgrades, daarvoor hebben we die dingen voor nodig. Daarvoor hebben we die essence nodig. Wij kunnen food, kunnen enchanting. De enchanting. Enchantment. Potion. De ores. Blocks. Blocks. En music. Pff, die gaan we niet doen. Nope, ik denk enchanting. Even kijken wat bij de enchanting zit. Enchanting room. Kast. Puntje. Enchanting table. Dus die moeten we vinden, of maken. Ik weet niet. Ik ga even kijken bij food. Nee, ik ook. Of ik moet zo even kijken. Even kijken. Upgrade default. Ook bij default. Oh. Voor Essence of Sunshine. En hier hebben we... Wat unlocking? Nee. Weed. Oh, ja. Ik ga ook mushrooms. Gaan we mushrooms doen of gaan we weed doen? Nou, want ik heb liever weed, want het kan namelijk stekken en mushroom doet dat niet. Ik heb 4 Essence of Sunshine. Oh, dan gaan we nu. Oké, dit gaat veel te snel. Hoe komen we? Oh ja. Daar. Exit, fuck you. Oh. Gaan we terug. Gaan we naar voren doen. En dan moeten we hier rechtsaf. En dan hebben wij hier wheat. Ai, dit is kut. Ja, ik ga die checken. Wat zit daar? Seeds. Oh, planten zou ik zeggen. Zo, direct ook even het wheat. Hou op! Ik heb nog 4. Zo, nou, dat laat even groeien, in ieder geval. Tenminste, nog weinig eten. Ja, binnenkort ga ik ook de watermelon ga ik wat anders aanpassen en de carrots, dat komt allemaal later, dat gaan we nu niet per se doen, want we hebben nu genoeg shit in ieder geval om te eten in ieder geval, dus. Die plaatsen we daar, ik kan trouwens wel wat brood maken. Ik ga vast meer meloen planten. Ja, is goed. Dan hebben we dat in ieder geval gehad. En ik moet trouwens even hier snel even naar beneden. Want ik moet eventjes de makers van al het muziek even laten doen. Alsjeblieft. All the wonderful magic in this map has been composed by Radiark, the Dash Dub and Macon. A big thanks to those three as not only does the music edit a lot of the map and the merging into it also helped me again inspiration and ideas for certain areas just by listening to their music. You can find them all on YouTube. Nou jongens,
dit zijn in ieder geval de YouTube linkjes van de drie gozers die deze map, die de muziek van de map hebben gemaakt in ieder geval. En als jullie de vorige map of de vorige aflevering hebben gezien, linkjes in de beschrijving. Misschien heb ik daar hetzelfde gezegd, omdat misschien het copyright is, ik weet niet, want we nemen dit compleet achter elkaar op. Dus ik weet niet hoe het met copyright claims op deze video's gaat, dus gaat het lukken, Kees? Ja. Ik hier ook. Kijken. Ik heb hier ook nog 40 met een zietje, dus... Oh ja, ik heb toevallig net gemaakt. Oké. Okay. Nou, wij gaan verder waar we de vorige keer waren gebleven. Vorige keer waren we hier gebleven in ieder geval. Maar wij gaan verder met de... ongeveer de wereld kunnen redden. En we moeten eerst hier naartoe. Hoep. Ach, oh. Oef. Even kijken, we moeten hier naartoe, Kees. We moeten naar Oranje toe. Oké, wat krijgen we hier? Area length 30 minuten, dus de video wordt 30 minuten, hoop ik, of wel wat langer. 1 Terra Restore, yes. 1 Wool, 0 Recipes, en 1 Special Item. En underneath... De Deco Tree. Ja, deze hadden Ocarina of Time, de Deco Tree. Nou, de verder wordt 35 uur. Man, hoe kan... Oh my god. Hoe lang ik dan ook met deze map is. Nou, ja. Okay, this area has quite a few potion spawners. Feel free to adjust the friendly creatures. Hey, volume. Or even turn it off to avoid. Wow. Awesome. Daar gaan we. Hoppakee. Oh nee. Oh. Tree of Yora. Oh. Wat nou? Afgepakt van de deken tree. Oh wow, oké, ja, dit is leuk. Dit is leuk. Wat de hel? Dus een verkrekte deken tree uit wel, maar hey, is wel leuk. Wat had ik al toen? Aqua. Oh shit, Aqua Infinity. Ja? Dat je oneindig. Dat je niet oneindig. Dat je wat langer onder water kan blijven? Nee, dat was dat je onder water kan minen en zo. Ik heb trouwens een chest gevonden. Met brood, een stone sword en een boog. Oh, daar is hier niks. Alleen mijn armor is een beetje naar de klote, dus het armor wat... Even kijken, ik zie daar wel een chest daar nog. Dus ik ben even benieuwd wat daar in die chest zit. Oh, ja. Nou, hier, daarbij... Rip Little Sprout. Oeh, en wat spanners. Oh, armor. Dat neem ik even mee, want mijn armor is bijna kapot. Meneer. Daar is ook nog spannend, zag ik. Riep een kleintje. Zullen we de ring hakken? Misschien zit er wat in, maar doe maar niet. Oh. Even om de boom heen kijken. Misschien is er wat op de boom. Moet je even kijken. Ja. Hier niet in ieder geval. Nope. Daar misschien bij jou? Nee. Ook niet? Nee, bij de, op de boom, hè, misschien. De echte boom. Nee. De... Zou ik de ring hakken? Waar? Hij is toch dood. Ja, probeer maar. Misschien vind je wat. Je hebt een axe, ik niet. Oh! Ik krijg een spruce sapling, alsjeblieft. Oh ja, daar heb ik... Oh, er zitten gewoon baby's te vermoorden. Laat maar. Plaats maar terug, Kees. Wij hebben niks gedaan. Ja, te laat. Nee, dat houdt maar mee. Misschien kunnen we het nog eens voor gebruiken. Ja, fuck it. Wat moet er anders mee? Waterspel terug. Kees, ik zie daar een chest boven. Heb je nog bloks? We moeten nu maar... Oh, en nou haal ik je dat weg. Ja. Zei dat wat? Daarboven is nog een chest daar, zie ik. Ik weet niet waar daarboven zit. Daarboven? Nee, daar, andere kant. Daar. Dat is de chest. Daar is even misschien in, of dat misschien wat in zit. Nee, je bouwt gewoon op de Great Tree. Oh, ja, hij heeft kool en een pickaxe. Oké. Ja, kool kunnen we gebruiken. Ik heb nog misschien een reserve nodig. Stone sword en nog leather leggings. Leather leggings, ja, zou kunnen. Oh, spawn point. Heb jij torches? Nope. Mijn torch waren net op. Ja, het kool en hout.
Eigenlijk. Wacht even. Maak even snel deze spanner even stuk. Oh, witch. Oh, een healing potion. Een fire resist potion. Nice. Hierboven zit heel veel... Oh, Kees! Er is een party over hier. Nee. Hij vervelende witch. Dat is echt allemaal jouw schuld. Ik haak de spanners even weg, Kees. Arrows, fish, string en leather cap. Die arrows kan ik heel goed gebruiken. Oh, nou. Maar wat is er? Nee, het is net of de muziek ergens van herkende. Oh, ten tweede je helm is kapot. Zo. Wat? Wat de hel? Wat? Ik hield mijn eten vast en opeens werd ik... kreeg ik vanzelf eten. What the fuck? Ja, jij hebt torch, ik niet, dus je moet even torch even plaatsen hier. Ik zie daar wel naar de chest. Ik heb namelijk op een helm Restoration. Restoration? Wat dat is? Geen idee. Ik denk misschien niet meer. Oh, ik heb een blokwerk. Oh. Oh. Neem even alles mee. Waarom? Als het stuk zijn, kan je ze nog verder gebruiken met dan nieuwe. Ja. Ik hou snel spannen om, Kees. Wat gebeurt er? Veel mobs in ieder geval. Dat zie ik ook, maar Blok lag of? Nee, mijn eten. What the fuck is dit? Wat gebeurt er dan met je eten? Hij wordt er bijgevuld, dan gaat er wel iets vanaf. What the fuck? Ja, ik doe deze... Kees heeft de game laten crashen. Wat een burger volgens mij. Ik doe mijn helm af. Want nu houdt hij op. Wat de fuck, jouw helm is dan op een of andere manier gebukt. Wow. Kees, wat de fuck. Kijk hoe groot het is. Oh Jesus. Oh Jesus. Volgens mij hebben we daar die boots denk ik voor nodig. Oh kut. Kees moet even... buiten mij even proberen, want ik heb geen bloks. Ik zie daar wel weer een chest. Kees, heb je nog bloks voor mij? Even rustig. Wow. Ja, we worden namelijk vanaf daar beschoten namelijk. Ik word vreselijk zenuwachtig. Man, wat een drukte en een gaal zit. Golden apple, boots. Oh, oh, oh. Ah, ik doe even mee hoor, aan de dev count. Oh my god. Sorry Kees. Ik schrok me helemaal de kloten van je dat je ineens daar stond. Echt. Hoi. Hoi. We moeten weer naar boven toe. Oh, jij hebt die klok gepakt. Tuurlijk. Mijn zwaard is op. Oh, ik heb hier nog een zwaard. Oh ja. Man. Ik moet even volgens mij de boots. Verder van die 4 en breaking 2. Kom je mee? Wacht even. Oh ja, ik daar boven. Oh. Hoi Kees. Zo. Heb je die een nieuwe boots aan? Of niet? Ja. Oké. Okay. Oh, ik zie daar nog een chest, Kees. Overal zie ik chesten, man. Oh, wacht. Wat? Er zit hier binnen iets. Oh. Nou, ja, dan ga ik niet naar beneden. Dan mag je uitzoeken, doe je. Ai. Gaat weer een death count. Zo, kom maar dan. Kees, wacht alsjeblieft op mij.
Hallo. Oh, een chest. Iron sword. Wat nog meer? En een stone pickaxe. Ik heb wel 25 levels, man. We moeten echt die enchanting tower dan echt repareren, als het kan. Het is gewoon enchanten. Kunnen enchanten. Help. Ja, is goed. Oh, nog. Oh, kut. Oh shit, man. Kees, waar ben jij? In de mees. In de mees? Waar in de mees? Je weet niet waar de mees is? Zit jij binnen? Ja. Zit het boven me, ik zit onder me. Oh, hier zit jij. Oh, je bent hier boven. Wat zit daar bovenin? Leggings, een golden apple en een chestplate. Oh, lekker. Mijn armor is nogal goed. Nou, mijn is ook. Hoe lang zijn we hier al? Een paar minuten. En mijn inventaris zit al bijna vol. Ik heb nog drie ender chests meegenomen. Ik weet nog even. Ja, maar ik is nog even één keer naar beneden gegaan. Oh jezus. Voor mij heb ik hem gebroken. Wat gebroken? Oké, daar gaat de meter weer. De meter weer? Ja, die voetmeter. Weet ik hoe fucking heet ik. Je voetbar. Ja, je voetbar. Gaat hij naar beneden of gaat hij omhoog? Gaat weer heen en weer. Dus het ligt niet aan helm. Wat een parcours, man. Nee! Ah, kutzooi. Oh, wat? Oh, wacht, Kees, blijf daar even staan. Oh, wat aardig. Wat heeft hij? Het Terra Restore. Oké, geef die zometeen even aan mij, oké? Nee. Ik wil hem vasthouden. Is goed. Gewoon aanraken. Oh, ik zie hier gewoon een chest. Oh my god, een stack wood. Oh ja, deze, de maker van de map, vielde heel goed vandaag, dus kom je deze nog even geven? Wacht, was het alleen een Terra Restore of meer? Alleen een Terra Restore, maar ik zit niet helemaal beneden, dus red me! Ik ben hier even snel aan het kijken. Zie je weer op deze. Oh. Ik hoor dat alles goed gaat beneden. Jazeker. Jongen, de wereld lacht naar me. Nee, deze wereld wel. Dat voet is vreselijk irritant. Dat weet ik wel. Dat je voet aan het beugen is? Ja. Ik weet ook totaal niet hoe dat kan. Ik heb ladders. Volgens mij moeten we iets met ladders doen, denk ik. Oh, hier kan ik omhoog. Godzijdank. Save me. Waar ben je dan? Nee, laat me met rust. Wat de fuck ben je? Hier ben je mees. Oh daar. Kom hier naartoe. Gewoon door de boom heen. Nee, help me, help me, help me, help me, help. Hamer. Wat? Wat? Hoeveel help had je? Een half hartje. Oh wow. Rennen voor mijn leven deed ik. Maar wat lukt dat? Wat gebeurde er aan het einde? Je werd geneukt door een spider. Nee, gewoon dood. Ben doodgevallen. Oh Kees. Wacht Kees, maak anders hier gewoon een brug. Wat?
Wat je daarover denkt? Fuck, zombies hebben ook speed. Ze hebben dat uitgevonden. Misschien zonde van het hout, maar fuck it. Kees. Laat me met rust. Kees, kom hier naartoe. Ik heb hier een ladder gemaakt, een soort van trap. Zit je daar nog dus bijzonders in? Nee. Ah. Ondertussen gewoon eventjes die troep weg. Oké, ik ben benieuwd zo meteen wat hier zit. Oh, dit zit eronder. Wat heb je daarmee gedaan? Nou, ik ga maar even kijken van wat eronder zit. Maar was het echt spannend. Oh. Spider jockey. Nu is alweer. Oh. Ze zeggen dat we hier een half uur mee bezig zijn. Nou, echt niet. Hoi. Ik denk dat we hier naar beneden moeten, Kees. Niet omhoog? Ik weet niet. Ja. Ik ben benieuwd wat er beneden zit. Ga jij omhoog of? Ja, ik ga omhoog. Nou, ik ga de. Gaan we wel verzamelen. Hij weet totaal niet van hoe je sterren moet maken of zo. Want, jezus. Ze hadden ook nog toch een special item hier ergens. Kunnen zijn dat het altijd beneden staat of wel? Is hier! Gok ik! Oh jezus, Tim, laat me fucking schrikken! Wow! Dit is toch op. Nou, my god! Hij doet gewoon. Heel mijn hartjes gaan er gewoon compleet van af. Gewoon, boom! Lekker dan. Vraag wat ik heb gevonden. Nou? Een special item? Ja, of? Ik heb wol gevonden. Kijk, ik zit nog wel in een haas. Ik probeer daar nog alles af te sluiten. Wol? Heb je wol gevonden? Ja. Oké, dan moet dat rare special item moet hier beneden zitten, denk ik dan. En nog ladders. Ja, ik heb de rare special item. Oké, Kees, we gaan niet weg. We hebben alles in ieder geval. Teleporteer of zo. Help me toch. Ik kom eraan. Kom eraan. Nee! Oh. Ik heb wel OP. Ik ga je inhalen, knul. Ik ga je echt inhalen. Ik heb wel OP Iron Boots. Ik ben er best blij mee. Die 3 jumping boots. Hè? Die 3 jumping boots. Volgens mij wel, ja. Ik kom eraan, Kees. De helft is kapot, godzijdank. Oh nee, kut. Kees, je moet me even helpen. Met wat? In kopwebs. Naar beneden. Ja, ik ben helemaal boven. Oh, ik ben al vrij. Ik ren weg. We hebben alles volgens mij, wat we hier konden vinden volgens mij. Toch? Ja. Oh, hier ben je. Kijk, ik heb die nieuwe boots. Laten we even kijken. Sparkling clouds circling around those. Nope. One Terra Restore en one special item. One wool. Dus die special item is hier nog. Ja, dit is volgens mij die special item. Ja? Ja, hij is blauw. Footwear of Yora. Verder van in 6 volgens mij in Platoon Protection 2 en Breaking 2. Laat dat wegwezen, Kees. Nog niet wat anders nodig. Hè? Ik heb toevallig ladders. Laten we. Ik geef de ladders even aan jou. Dan. Nou, misschien kunnen ze nog ergens voor gebruiken. Dat bespaart ruimte. Dat is waar. Wegwezen hier, Kees. Hoppakee. Nou. Je voet zit echt vreselijk te beuren. Nou, ik weet daar niet wat er aan de hand kan zijn, waardoor je voet zo beukt.
Misschien moet je het even deconnecten. Na de opnames. Ja. Maar yes, we hebben weer een terrorist order. Wat zeg je? Dat is een wat zei je? Discord buurten. Oh, dat je er eventjes je ding moet... Oh. Oh ja, dat was waar ook. Als de een teleporteert dan toe, kan de ander ook gewoon altijd mee teleporteren. Oké, okay, we hadden geen woel, maar wel een terrorist order. Dus je moet zo meteen even naar de Chamber of Valor. Ah, daar ga ik gewoon gelijk heen. Ja, ik moet even daarheen, want woel. Wat doe je? Wat? Ik had woel. Jij had woel? Ja. Had jij een woelblokje? Ja. Dan gaan we eerst naar de terrorist order toe. Ja. Oh. Kijk eens aan. En dan moet je deze nemen, denk ik. Het heeft van mij teleporteren naartoe. Oké, okay, hier. 1 terrorist door, Kees. Daar gaan we. Oeh. Hoppakee. Oh. The son of the three of Yura shall be brought back to life once more slowly than slowly of time will grow into magnificent. Is dat dat kind wat ik heb vermoord? Over the land. Volgens mij... Staat hij nu bij mij? Of hier op het land? Land. Hè? Protected from evil. Undead repel? Wat? Wacht even. Hè? Wat? Keep your friends close and the undead future. Volgens mij groeit het... Die gaat over de tijd groeien. Oh, lekker dan. Maar we hebben hier wel een hele fijne ho in ieder geval. Doei. Ik zie heel graag de... Ah! Ik kom eraan, Kees. Nou, in ieder geval fucking awesome hoe we nu gaan. We gaan even onze inventory dumpen, Kees, en dan gaan we de video afsluiten van vandaag. De wol. Oh ja, het wol natuurlijk. De derde Terra. Orange wol. Bam. En dan zo meteen hebben we de magenta wol. En dan gaan we naar een nieuw landschap. Kees. Fucking ja. Awesome. Oké, we gaan even naar de base toe. Dumpen even onze inventory en dan... Hoppakee. Kees. Ja. Daar zijn we weer. In onze base. Heel. In onze heerlijke base. Jongens. Ik wil nog bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Terra Restore 1. Vond deze video dan blij omhoog. Wil je meer abonneren, duimpje voor ik weer de volgende keer. En in de volgende aflevering gaan wij verder met de laatste dungeon van... Moet ik even kijken? De mines. Ja, voor mij, ja, in de Intersection 1. Dus jongens, ik zie jullie. Tot dan. Houdoe.